25 punten staan bovenaan. Dat is dag heren. Goedendag. Jullie zijn de vegers van de ijsbaan? Arie. Dus ja, ik zag je al op iets heel bijzonders over Thijs ingaan. Dus, ja. Doe je dat ieder jaar, mensen dat er ijs ligt? Of, nou, we gingen voor 30 jaar geleden even naar de Weissensee. Oké. Naar de Weissensee, weet je dat liggen? Ja, ergens in het buitenland. Ik ben niet zo aardig. Maar nou, ouders had je die alternatief als stedentocht. Oké. Alternatief als stedentocht, daar gingen wij alleen. Zo, naar de Weissensee. En hoeveel kilometer ging je daarmee weg dan? Nou, 200 kilometer. 200 kilometer? Ja. Weet je, de Weissensee die is 200 kilometer lang. Die Elfstedentocht. Nooit van gehoord, die alternatieve Elfstedentocht. Ik heb wel eens gehoord van alternatieve Elfstedentocht, maar meer in Nederlands dus. Ja, nee, maar ook dat doen ze in Zweden zijn ze nou geweest. Ze zijn ook in Zweden geweest, ja. En gisteren was ik bij Toertocht in Noord-Laren. En dan op dit apparaat? Wat ben je aan het doen? Aan het sjoelen. Aan het sjoelen? Ja. Maar een sjoelbak ziet er wel anders uit, toch? Ja, dat is wel waar. Ja? Maar dit is ook een sjoelbak. Ja. En lukt je dat een beetje of niet? Ja, soms wel, soms niet. Nee. En heb je het koud of niet? Nee. Nee? Nee. Zo, ook onmogelijk. Nou, laat het zien dan. Oké, ik ga het proberen. Zo, bijna. Ah, vertel eens maar wie jij bent. Ik ben Evin. En je komt uit Veendam? Ja. Hoe oud ben jij? 10. 10. En wat vind jij hiervan? Superleuk. Ja, en waarom? Probeer dat eens uit te leggen waarom dat superleuk is. Sjoelen, prikschaatsen en nog veel meer. Dat... En dit is de eerste dag dat je vandaag hier bent? Of, Ja, wel de eerste. Ik was eerst nog bij Amigo. Amigo ben je eens geweest? Ja. Dus en nou ben je hierheen gegaan? Ja. En heb je het ook koud? Ja, maar daar heb ik er wel voor over. Zo. En waar zijn je schaatsen dan? Die liggen in de tas. Oké. Maar ik wou eerst even leuk spelletjes doen. Dus dit is fluitketel gooien en hoe werkt dat? Nou, je moet met deze vasthouden en dan moet je gooien in de punten. Nou, laat eens zien dan. Ben je er niet goed in? Zal ik die eens proberen? Dat ik dat kan? Oh god, Gerard, dat wordt wat jongen, dan mag ik het doen. Even de veel punten. Ja. Oké. Nou, ik wens je veel plezier nog. Ja, dankjewel. Hoi. Goeiedag. Hallo. Ik zag je dat je druk bezig was met, het, met de mobiele telefoon. Dus niet schaatsen of ben je al aan schaatsen geweest? Ik ben al geweest. Hoor. En ben je er al lang? Nee, nog maar net eigenlijk. En wat vind je hiervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik bedoel meer wat dat om toe georganiseerd is of heb je meer met plezier gewoon met schaatsen? Ik heb gewoon plezier met het schaatsen. Ja. De eerste dagen dat je op schaatsen staat? Nee, de hele week als dus het kan. Zo, fanatiek ja. Ja. Dus, nou, ik wens je nog veel plezier. Ik geniet ervan. Ik ken nog een paar dagen net wat er gebeurd zijn. Ja. Oké, hoi hè. Doei. Doe maar even zo'n bepaald proberen te organiseren. Dat wil je nog helemaal. Neem mee met ijs. Oh ja, die had zo'n kool. Zeg maar even. We staan bij de ijsbaan in Barneveld. En helaas, het blijkt dus dat. Een beetje triest hier is. Maar zoals je straks verder kan horen, er zijn twee mensen die zich fanatiek inzetten. Maar door een operatie zijn ze even niet inzetbaar. En helaas, het is een beetje triest en dan is dit het resultaat. Je kan wel zien dat bepaalde mensen wel heel erg belangrijk zijn voor een omgeving als Barneveld. Dat die een prachtige ijsbaan was geweest. Laten we hopen dat volgend jaar het beter is. Goeiedag. Vandaag gaan we eens even kijken, want ik weet al jaren dat hier een ijsbaan is. Ja. En ik zie dit en ik schrik er eigenlijk een beetje van, dus ik vraag dat me dat er weinig kindertjes zijn. Jawel ook, maar hij was ook altijd netter. Er was al de gras ertussen weg.
Nou ja, je kon een soepje krijgen. Ja, maar dat is nog niet klaar. Dat is van de gemeente is dat de afgelopen tijd is dat geleverd. Maar dat is nog niet helemaal klaar, heb ik begrepen. De stroomvoorziening nog niet helemaal. En ik geloof dat er ook nog wat lekt. Dus dat moet allemaal nog klaargemaakt worden. En die mevrouw die dat doet, Annie, ja? Die is geopereerd aan haar knie. Die dat altijd organiseert en pan met snet maakt en soepje klaar heeft en een chocomeltje. Maar die is geopereerd aan haar knie, die heeft een nieuwe knie gekregen, dus die is er niet. Persoonlijk zelf, ik vind het erg jammer. Het is ook jammer hoor, want normaal gesproken zijn er ook heel veel kindertjes. Maar dat is er nou ook niet. Of dat nou komt dat het zo koud is, weet ik ook niet. En wie zorgt ervoor dat de ijsbaan er goed bij ligt dan? Of regelt ze dat ook allemaal met... Dat doet een man ook, hè? Dat doet de buurtvereniging. Ja. Of buurtvereniging, buurtcommissie. Dat doet een man. Echt jammer. Volgens mij heeft u het heel erg koud. Ik heb het heel erg koud inderdaad, ja. En volgens mij heeft u ook niks met schaatsen. Nou, jawel hoor. De kinderen zijn inderdaad, daar geniet ik van, zeg maar, dat de kinderen aan het schaatsen zijn. Maar voor mij heb ik een doorbloeding van niks. Ik heb het inderdaad elke keer koud. Ja, we waren hier donderdag inderdaad, waren we hier aan het schaatsen. En voor mij heb ik al 3 keer de auto gestart. Ja. Gewoon om op te warmen, zeg maar, van de handen. Ja, zelfs je neus is rood. Oh, is zo? Ja, oh, wel gezonde kleurtjes, hoor. Ja, daarom. Nee, ja. Ik zag je echt klappertanden, dus ik denk... Oh, dus, nee, heerlijk. Dat vind ik wel leuk dat hij hier staat. Dan kunnen zij mooi inderdaad in schaatsen. En ik ga mijn handen even opwarmen. Ja, en het is ook een juiste periode. Ik ken het net vrij. Ja, en, dat is ideaal. Ja, want we zijn hier voor mij al 4 dagen gewoon aan het schaatsen. Zo. Dus dat is ideaal. Die kinderen genieten volop. De kinderen vol genieten. Ja. En mama klappertanden. Mama klappertanden, ja. Bedankt. Dankjewel. Mag ik er ook op?